Welkom bij een nieuwe aflevering van Club van Enschede. We gaan vandaag een kijkje nemen bij het stadionteam in de Grolsvesten. Maar we gaan nu eerst naar het Vestzaktheater waar Frans Wijkamp geluidstechnicus is. Music was my first love. And it will be my last. Music of the future. Nou, ben ik zo ongeveer klaar. Hier en daar nog een toontje. Goed. Ik ben hier geluidstechnicus. Dat is wel de hoofdbestemming wat ik hier doe. Ik stem ook de piano. Ik ben al eerder begonnen. Met een apparaat heb ik dus de temperatuur gedaan. Ik doe dat eigenlijk normaal ook op het gehoor. Maar een apparaat is wel even makkelijk in het begin. Nu ga ik de monitors opbouwen. En microfoons neerzetten. Afhankelijk van wat voor voorstellingen er is, neem ik checklisten door. Ik bel natuurlijk met mensen wat voor instrumenten ze hebben, wat ze versterkt willen hebben en wat niet. En dat weet ik dan. En dan bouw ik dat op en dan maak ik dat klaar. En als de muzikanten komen, dan wordt het aangesloten en dan wordt er een soundcheck gedaan. And the piano cries out. Let me play once for you. I find you feeling healthy. I'm so glad our paths crossed this time today. On our way into the night, where we find love is hiding here in the shadows. Ik heb natuurlijk eerst de microfoons neergezet en als ik dan een signaal binnenkrijg op de mengtafel, dan beoordeel ik hoe hard het binnenkomt. Dat regel ik eerst en dan maak ik het hoorbaar door de master open te zetten en de kanaalveders. En dan luister ik naar het geluid. Vind ik het te dof? Vind ik het schel? Vind ik het
Dus dan maak ik wat smaak van, oh ja, deze frequenties die zijn wel heel hard. Die moet je gaan wegluisteren. Nou, dan draai ik ze gewoon wat weg, zodat je open kan blijven luisteren. Ik heb ook, dat is alweer heel wat jaren geleden in Attack gewerkt. En het volume daar, dat was nogal hoog. Want als je een soundcheck begint, dan heb je natuurlijk een lege zaal en dan... Dan word je al, dus mijn oren wou dat op een gegeven moment niet meer van, nou heb ik het wel een keer bekeken, dus... Ja, en dit, je doet het hier allemaal vrijwillig. Ja. Heb je nog nooit iets van, ik zou het graag wel betaald willen doen, soundman? Dat is ook waarom ik hier ben, omdat het vrijwillig is. Ik kan deels mijn eigen plan trekken. Als ik dat beroepsmatig zou moeten doen, dan wordt de druk te hoog. Dan moet ik uren draaien en dan wordt het plichtmatig en dan kan ik mijn inspiratie daar niet in kwijt. Dus nu kan ik het doen. Ik moet heel erg uitkijken van, ik zit ook in deze regeling, omdat ik een hele tijd werkloos ben geweest, omdat het de druk me te veel werd. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik dat hier wil doen. En ja, ik heb eigenlijk niet zoveel met geld, eigenlijk. Hoef ik niet zoveel te doen, maar dan kan ik toch heel erg genieten van een voorstelling. En mentaal word ik daar ook door gevoed. Dat is wat anders dan thuis zitten natuurlijk. Ik zeg wel eens van, ik hou mijn eigen muziek is stijlloos. Dat was Frans Wijkamp in het Vestzaktheater. Nu gaan we verder naar het stadionteam in de Grolsvesten. Cliënten van Aflijn werken hier vrijwillig en maken onder andere de tribunes schoon. Wij liepen een dagje mee met Bertine Geerts. It is the passion flowing right on through your veins. And it's the feeling like you were so glad you came. And it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. It is a flower that you took the time to smell. It is the power that you know you got it well. It is a fear inside that you can overcome. Je bent nou aan het vegen, hè? Ja. Wat moet jij hier allemaal nog meer doen? Nou, ik doe meestal de stoeltjes schoonmaken. Ja. En de stoeltjes af en toe controleren. Als het wedstrijd is, controleer je altijd. Dit is een korte zijde, dit is een lange zijde, overkant. Maar nou heb ik dus gehoord dat jullie ook heel vaak naar de wedstrijd gaan. Ja. Dat klopt dus. Ja. Vind je het leuk? Ja. Ja? Ja. Hoop je dat ze kampioen worden? Ja, dat hoop ik dus wel. Ja, dat zit er wel dik in, hè? Ja, inderdaad wel, ja. Ja, spannend. Ja. Dus je bent er zondag ook bij, als ze tegen Feyenoord moeten spelen? Nee, zondag niet. Het is al wel redelijk opgeruimd, hè? Ja, het is wel redelijk opgeruimd. Ik heb nou wat in de zak gedaan. Ja. Ligt allemaal rommel hierin. Gooi ik altijd hierin. Ja, heel veel troep. Ja. En breng je dat dan ook zelf weg ergens naartoe? Ja, dat doe ik altijd in die container daarachter. Ja. De container onder staat. Ja.
je het leuk om te doen? Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Ja, want je bent hier elke dag, ja, ik heb ben ik ook, gehoord. Ja, ik ben elke dag hier. Nou, goed bezig. Ja. Wat vind je het leukste om te doen? Want jij doet ook wel eens binnen wat werk. Ja. En wat doe je dan precies? Kinderen van de kistclub inpakken of keycords of tasjes of andere dingetjes inpakken. Maar zoals nu is het heel erg lekker weer, hè? Ja. Maar als het nou winter is, heb je dan niet hartstikke koud? Ja, ik heb daar wel een beetje echt koud, ja. Ja. Klopt. En doe je daar dan nog wat tegen? Heb je dan nog handschoenen bij je en zo? Nou, ja, ik heb zelfs nog een handschoen bij me, dus zelfs nog wel. Dus dat gaat altijd wel goed? Ja. Okay. Jij hebt me net ook verteld hoe lang je hier al werkt. Hoe lang is dat? 5 jaar of 6 jaar werk ik hier. Dat is hartstikke lang, hè? Ja, ja, inderdaad. Maar je blijft het nog steeds doen. Je vindt het nog steeds hartstikke leuk. Ja, ik vind het gewoon leuk omdat ik een kampioenschap niet meer is en zo. Wil ik gewoon meer maken. Ook deze week hebben we voor u weer een paar interessante vacatures op een rij gezet. Poppodium Attack is op zoek naar medewerkers voor de garderobe. TV Enschede FM zoekt radiotechnici en nieuwsredacteuren. Het Vestzaktheater is op zoek naar een horecamedewerker en een licht- en geluidstechnicus. Alifa de Roef zoekt een activiteitenbegeleider die wil werken met verstandelijke gehandicapten. En Interact Contour zoekt een facilitair medewerker voor de locatie Hogeland. Kijk voor meer informatie over al deze vacatures en voor andere vacatures op www.vrijwilligerswerkenschede.nl. Dit was Club van Enschede. Wilt u nou ook eens met uw vrijwilligersorganisatie in onze uitzending? Stuur dan een e-mail naar clubvanenschede@tvenschedefm.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering. Graag tot dan! Hey!